Het is Dierendag, oftewel de dag dat de meeste mensen hun huisdieren extra verwennen. Naast een nieuw speeltje, een botje en wat meer aandacht, staan we op Dierendag ook stil bij de rechten en bescherming van dieren. Dierenspeciaalzaak Jumper aan de Rijdiephaven merkt ook dat het Dierendag is. We merken dat we eigenlijk heel veel klanten krijgen die even wat extra's komen halen voor of de hond, voor de kat of nee, voor elk huisdier eigenlijk. En dat merk je voornamelijk in dat ze even wat extra een snackje of een speeltje komen aanschaffen. Je merkt echt dat het huisdier echt een onderdeel van het gezin is en dat ze daar echt wel wat extra's voor over hebben om ze nu even in het zonnetje te zetten. Veel mensen vinden het leuk om even langs de winkel te gaan en iets extra's te halen voor hun trouwe huisdier. Ja, speciaal vandaag vind ik het toch gewoon leuk om even wat extra's te doen. En gewoon ook even bij stil te staan van, hey, wat tof dat ik een dier heb. En wat ben ik eigenlijk blij met hem. Dus ik denk, nou, mag ik hem best een keer verwennen. Ik geef hem altijd wat extra's. Heel raar, vaak geef ik hem al extra's. Ik kan je wel aan het gewicht zien. Maar op dierendag doe ik altijd nog wel iets bijzonders. Dat ik wat botjes koop of wat anders. Ja, dat doe ik inderdaad, ja. Niet iedereen dacht eraan om hun beestjes vandaag extra te verwennen. Meestal ben ik aan het werken en alles, dus ik denk niet bij na, maar ik werd vanochtend gebeld en toen zeiden ze gelijk van de dieren moeten dit extra en dat extra en zus extra. Ik zei nou ja, als ik mijn werk klaar ben, dan ga ik wel even kijken.